Ja, we hadden ook te maken met een lastige wind hè, in de eerste helft. En die lange bal die ze speelden, was een bewuste keuze om Kevin daar neer te zetten vanwege de duelkracht. Maar dat pakte wel last, dat pakte verkeerd uit, ook in balbezit. Dat vond ik eigenlijk het ergste, dat we weinig initiatief hadden. Nou ja, dan kruipt er wat angst in en dat is eigenlijk totaal onnodig. Binnen 30 minuten dan de dubbele wissel, betekende dat de keuze voor Olijven en Van Diemer niet goed was? Nou, achteraf, wij doen alles gewoon echt met een bewuste keuze. En daar staat ook iedereen dan achter, want dat bespreken we ook gewoon. En dan neem ik wel de eindbeslissing. Nou, dat zijn dingen die gebeuren. Dat draai je dan om. En achteraf moet je gewoon zeggen dat het niet goed uitgepakt heeft. Zo eerlijk moet je wel zijn. Maar klaar, er is niks weg. We krijgen een ontzettende boost van die 3-2. En we hebben volgens mij een mooi volle bak zondag. Hoeveel lef moest je hebben om die dubbele wissel toe te passen? Geen lef. Dat moet gewoon. Dus alleen het pakt dan verkeerd uit dat je met 10 man moet spelen. Dat is jammer. Maar achteraf is dat misschien wel weer het duwtje richting de volgende ronde. Met rust 1-0 achter, eigenlijk een dramatische eerste helft achter de rug. Dan denk je, het gaat heel lastig worden. Maar dan gaan ze begon daarna juist te voetballen. Ja, maar dat hadden we ook gezegd. Wij scoren altijd. We staan op gemiddelde van 2 goals, waarbij uit heel veel. Dus die goals die komen altijd. Daar moet je ook in geloven. En nou, op een gegeven moment vallen ze ook. En het is eigenlijk jammer dat we weggeven. Want wij geven daar een goal weg, terwijl wij daar een vrije trap hebben. En de tweede is, die moeten daarin. En dan staan we niet goed. En de andere is een vrije trap. Dus standaard situaties. Nou, klaar. Voor de rest geven we volgens mij weinig weg. Hè? Dus dat zit wel goed. Uitslag is goed, 3-2. Nou ja, daar leer je wel van. Aanvallend was het lastig. De weg naar Serarens leek een beetje te worden afgesloten. En zochten jullie niet te weinig op de flanken, bijvoorbeeld bij Abena en Tutuarima? Ja, maar als je met 10 man speelt, kan niet de hele tijd overlap pakken. Want omdat die jongens ook al, als je zoals wij spelen, we spelen gewoon met 2 spitsen en 3 middenvelders. Ja, dan moet je achterop moet je doorkantelen. Dus ja, die jongens die maken zo ontzettend veel meters, die moeten wel hun momenten pakken. En dat hebben ze goed, heeft hij gewoon goed gedaan, hè, Mienti. 3-2 nu, hoe is dan de uitgangspositie? Ik vind een uitstekende uitgangspositie. Als je de hele wedstrijd ziet, is het gewoon uitstekend. En had liever gelijk gespeeld, maar dan moet je ook winnen. En dan moeten we nu ook met 1-0 of 2-0 of wat dan ook. Hè? Zondag Straalman in de basis in de verdediging en op het middenveld dan wel keuze voor 2 voetballers? Jawel, jawel. Maar dat doen we ook voor de thuiswedstrijd. Hè? En het pakte hier ook goed uit. Maar soms moet je ook eens even... Kijk, het is niet verkeerd wat we denken. Hè? Het is wel serieus waar we over nadenken, waar we bespreken met elkaar. En maar ja, het pakt er vandaag niet goed uit, dat kan gebeuren. En dat zijn ook de dingen van de sport, klaar. Als we nou winnen, tegen Goat Eagles spelen we zo. En dan schiet Frank Olijven zelfs een goal in en dan staat als een huis winnen met 4-0. Ja, dan is het makkelijk praten. Hè? Dus nee, ik heb er geen spijt van. Ik vind wel dat het achteraf niet had gemoeten. Daar ben ik wel zo eerlijk in. Hè? Maar klaar, we komen goed terug en we hebben een goede uitgangspositie. Was het ook een deel onderschatting? Nee, niet seconde. Kijk, zij spelen lastig jongens hoor. Ze spelen alles lange bal met een behoorlijke harde wind de eerste helft. Het was donker weer, de wind stond echt behoorlijk op het veld. Ja, dat is gewoon heel lastig verdedigen. En er was geen enkele onderschatting. Totaal niks. En nu zondag, dran. Ja, zondag gaan we weer. Nu alweer zin aan hoor. Dus laat maar komen. Je straalt. Wat zei je? Je straalt. Ja, ik vind het mooi man. En ik vind het mooi. Kijk, ik baal van dat we achterkomen en dat het niet goed liep. Nou, hebben we ingegrepen en dat is ook onze verantwoording. Maar ik vind wel dat we met 3-2 komen. Op 3-2 of op 2-2 komen, dat vind ik wel heel knap. En, dat was net ook mooi in de kleedkamer. Jammer dat die laatste erin gaat, maar die moeten we wegwerken. Anders moet je ook winnen, nu ook. Maar dat je dit omdraait, is dat niet het begin van een heel mooi sprookje in deze nacompetitie? Dat kan zomaar. We gaan er vol voor, dus dat komt wel goed.